NPO-ster Thijs van den Brink heeft een interview gehouden met John van den Heuvel voor zijn programma Jeugelt. De uitzending is morgen en een kort fragmentje is al vertoond in RTL Boulevard. Tijdens dat gesprek hebben ze het over Kirsten, de dochter van John en zijn vrouw, die 33 jaar geleden levenloos ter wereld kwam, legt Kink uit. John vertelt aan Thijs openhartig over die gitzwarte dag. Ik kan het me nog herinneren. Het was eigenlijk een beetje het ochtendgloren. Er viel licht de kamer binnen, dus eh.H. Dan valt John stil, hij is zichtbaar geëmotioneerd, waarna hij het ongemak een beetje weglacht. Het raakt je, merkt Thijs op. Om zich te herpakken neemt John dan een slok water uit zijn glas. De emoties zitten nog altijd hoog bij John. Eigenlijk net op het moment dat de bevalling daadwerkelijk plaatsvond dus de geboorte plaatsvond. En dat moment van die geboorte was toch mooi en ontroerend, ondanks het feit dat het kindje niet meer leefde. Luc reageert in de studio: ja, daar word je een beetje stil van, hè? Verslaggever Aaron Bade, dat is het mooie aan dit programma, ook, vind ik altijd weer dat er altijd weer iets naar boven komt wat we niet weten en waar we John ook niet vaak over gehoord hebben.